De legendarische ploeg van T.I. Rally, de ploeg van Peter Post, die zulke geweldige successen boekte. Eigenlijk zijn de renners van Jumbo-Visma nu de opvolgers. Met ook Theo de Rooij hier met Peter winnen. Peter vandaag hier aan de start van de Tour de Ongeschoren Benen Classic. Vorig jaar vond je dan een geweldig succes. Het succes kan niet groter zijn vandaag. Nee, ik ben er ook bang voor dat dat geweldig gaat worden. Ja. We krijgen niet zo'n hele zware aankomst als vorig jaar. Nee, maar goed, daar onder Limburg is alles lastig, nietwaar? Wat kleine klimmetjes in de finale van de wedstrijd. Toch een hele eer om te mogen finishen op het Pinkpopterrein. Ben je er wel eens geweest bij Pinkpop? Daar ben ik inderdaad eens een keer geweest, ja. Dat was de jaren dat System of a Dawn daar speelde. En daar was ik wel van onder de indruk van die lawine naar lawaai. De combinatie deze Tour de Ongeschoren Benen Classic van de rock en roll, zeg maar, van de muziekscene samen met de passie voor de wielersport. Ja, het combineert goed. Ja, wielrennen is altijd wel een beetje rock en roll geweest, maar artiesten zitten de laatste tijd echt wel vaak in het zadel. Die zijn in het zadel, ik loop even naar René toe. René, die heb ik vorige week nog getroffen bij het wielercafé in Handel. Ging niet helemaal goed, maar je bent inmiddels weer helemaal hersteld, zie ik. Ja, we hebben helemaal up and running. We gaan vandaag weer een mooi feestje ervan maken. Steeds met de gedachte destijds dat je voor de ploeg van Peter Post reed, T.I. Rally. Dat is een beetje een jeugdsentiment, toch? Jazeker, we hadden het er net nog over met bijvoorbeeld met Theo. Uiteindelijk is dat de ploeg die het meeste indruk heeft achtergelaten. Niet alleen bij het publiek, maar ook bij de renners zelf. Het is toch wel een unieke ploeg met een unieke samenstelling, een unieke leiding. Dus dat betreft vind ik het nog steeds een eer om dit tricot te mogen dragen. Mooie succes in de jaren ook voor Jacques Hanegraaff die bij ons staat. Die toen op hele jonge leeftijd al beroepsrenner werd. Ja, maar ik zal je vertellen, ik ben hier niet voor mijn erelijst. Ik ben eigenlijk vandaag speciaal naar Lierop gekomen. Voor de rondemis in het blauw, naast Frankie de Gent. De rondemis in het blauw, waarmee ik al... Maar 85% van mijn leven samen ben. Dankjewel, rondemis. Schat je maar in. Kijk eens, je mag even de kussen ontvangen van onze charmante rondemis. Jacques, dat is een geweldige prestatie, maar het over je wielercarrière nog even terugkomend. Een overstekend hecht, dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld op het einde van je carrière. Ja, dat klopt. Ik heb ooit de pech gehad dat ik in een afdaling tijdens een trainingskamp op een hecht ben gebotst. Had nogal wat impact. Was ook meteen lange tijd van revalidatie en problemen lichamelijk. Maar gelukkig is het allemaal weer een beetje goed gekomen. In zoverre dat ik in ieder geval mijn benen nooit meer heb geschoren. Maar dan gaat het vandaag om de ongeschoren benen. Kijk eens, hier zie je Jacques Hanegraaff. Geef een geweldig applaus. We gaan naar Cole Hogendoorn. En we hebben vandaag winnaar van de kerstronde van Brussel. Werd Nederlands kampioen van de rode trui in de Tour. 2 dagen de gele trui. En Cole Hogendoorn die was goed in de Vuelta. In de proloog van de Vuelta. Dat klopt, ja. Beetje tijdje terug, hè? Ik ben de derde. Mooiste resultaat als beroepsrenner? Ja, nou, we hebben ook met de ploegentijd in de Tour de ploegentijd. Dat is ook wel leuk. Jouw mooiste overwinningen. Wat is er mooier dan het winnen van de kerstronde van Mierlo? Ik kom hier vlak voor de deur. Toen was ik net amateur, dat was 19 jaar. Dan ik, ja, dat klopt. Ja. Veel succes vandaag. Geef een geweldig applaus. Ko Hogendoorn. Dan lopen we even naar Martin Havik. Martin die ook nog gereden heeft voor de Italiaanse ploeg van Gies destijds. Onder aanvoering van Francesco Moser. Dat moet een hele eer geweest zijn. Dat was een geweldige afsluiting van mijn carrière. Om met hem de ronde van Italië te wonnen. Een beetje in Italië blijven hangen. Inderdaad. Concia Vita. Dat is zeker. Ja. Applaus voor Martin Havik. Ik loop nog even naar Frankie de Gent toe. Frankie, ja, was kampioen bij de junior. Was deze Martin Havik. En ook bij kampioenschap achter de zware motoren was hij goed. Even met Frankie praten. Frankie was vorig jaar wel deelnemer. Vandaag ben je er niet bij als deelnemer, maar wel als chauffeur. Of als ploegleider zeg maar, van de T.I. Rally ploeg. Ja, normaal is John van Ierland die met de ploegwagen ging rijden. Maar door omstandigheden kon hij niet vandaag. En heeft gevraagd aan mij, wil jij mijn taak waarnemen? En met plezier doe ik dat, want het zijn allemaal vrienden. Waren mensen nog. Geef een geweldig applaus. Frankie de Gent.